Mijn naam is Dries, ik ben afdelingsvoorzitter in Zeelen. Een groot deel van onze inkomsten krijgen we van de Zeelenaars die een schenking doen aan het Rode Kruis of een lidkaart kopen. Voor mij als voorzitter zou het interessant zijn om te weten van welke schenkers ik nog een bedrag mag verwachten, zodanig dat we kunnen inschatten hoeveel inkomsten we dit jaar gaan hebben. Dat kunnen we met het huidige systeem niet. Ik zou graag een overzicht hebben van wie de vorige jaren iets geschonken heeft en van wie dat we eigenlijk dit jaar ook nog kunnen verwachten, zodanig dat we de mensen eventueel een kleine herinnering kunnen sturen dat ze het Rode Kruis toch niet mogen vergeten. Eigenlijk zou het toch handig zijn moest er een online applicatie zijn om alles rond giften en lidkaartenadministratie bij te houden. Het bestaat in het Rode Kruis al voor de preventieve hulpacties, we gebruiken het voor de vorming met ACT, we hebben CRM, we hebben POPSI, maar voor iets dat 1/3 van onze inkomsten beslaat, hebben we nog geen oplossing. Binnenkort krijgen Mieke en Dries hulp van Olga. Olga staat voor online lidkaarten en giftenadministratie. Olga is een heel gebruiksvriendelijke online tool waarmee je alle giften en lidkaarten van jouw afdeling kan ingeven. Per schenker worden alle belangrijke gegevens opgeslagen. Zo kan jouw Rode Kruisafdeling sneller en met minder fouten nieuwe stortingen toevoegen. Deze gegevens gebruik je dan om lidkaarten, etiketten en brieven te printen. Wil je actie ondernemen voor fondsenwerving? Dan tovert Olga handige lijstjes van je schenkers tevoorschijn. Olga, de online tool die het leven van een penningmeester makkelijker maakt.